Ik bedoel, die andere fanfare zo, dat blinkt zo uit en dat is ook fantastisch in dat strak zijn en dat is in het gelukt en die stokjes dat gaat omhoog en dat doet allemaal perfect. En als je naar ons kijkt, wij zijn gewoon een band ongereden. Allee, het is gewoon een boeltje eigenlijk. Maar op een manier heeft dat iets ongelooflijk aansteken. Zijn met die stokjes en al dat gedoe, dat is echt aan mij niet besteed, maar onnozel doen. Ja, en het feit dat iedereen hier is, jong, oud, dik, dun, man, vrouw. Dus het feit dat ook andere mannen in de majorette zijn, ik vind dat fantastisch. Te doen tijdens de Gentse feesten. Eenmalig. Dus allemaal mensen onder elkaar die we kenden, die in Zuid-de-Bol wilden gaan. Eenmaal. En dat was zodanig een groot succes dat we nu na 5 jaar nog altijd bezig zijn met die mop eigenlijk. De filosofie van die mop is nog altijd gebleven. Dus ze zeggen, we nemen niks zo serieus.